welkom bij de volgende vlog. Zoals beloofd gaan we het vandaag hebben over het scherp maken van ijsbelpunten. Het scherp maken van je materiaal is iets wat je thuis doet, lekker warm bij de kachel, niet onderaan je waterval of net voordat je je route gaat beklimmen. Oké. Ja. Nou, wat ik echt heel graag zou willen leren is bijveilen. Je ziet namelijk, hier ontbreekt wat, die punt. Dus het mooiste zou zijn eigenlijk om hem dan zo mooi uit te lijnen. En hier eventjes een nieuw puntje bij te veilen. Dat je zo hier weer een nieuwe punt eraan hebt zitten. Go ahead. Nou, helaas, bijveilen dat is er nog niet helemaal uitgevonden. Dus wat je dan doet is dus inderdaad het profiel overnemen van de punt zoals je hem wil hebben. En dat is eigenlijk het belangrijkste als je velt, dat je nooit iets velt aan het puntje, want dat kun je er nooit meer aankrijgen. Je zal altijd ander materiaal weg moeten halen en zo min mogelijk dit puntje wegveilen. Dus in dit geval ook, hier komt mijn nieuwe puntje. Ik ga hier materiaal wegnemen en ik ga hier materiaal wegnemen, waarvan het puntje, daar blijf ik uit de buurt. Je wil namelijk dat dat blijft. Nou, het is nu heel verleidelijk om de slijptol te pakken. Je kan met mechanisch of elektrisch materiaal natuurlijk wel slijpen, maar dat moet je dan doen onder gecontroleerde omstandigheden. Dat die punt goed gekoeld is en dat hij dus niet te warm wordt, want anders verandert de hardheid van je materiaal. Dus voor mij zit er nu niks anders op als de vel te pakken en dit stukje hier en deze hier bovenop langzaam weg te veilen om weer tot een puntje te komen. Ik probeer nu zo min mogelijk dit aan te raken, want hier komt mijn nieuwe puntje. Dus ik ben alleen maar aan deze kant aan het wegveilen. Zoals je ziet probeer ik mijn vel heel in hetzelfde vlak te houden. Ik vel wel deze richting wat zijwaarts is, maar het vlak blijft gelijk. Het is niet dat ik de hoek varieer van mijn vel. Waardoor als je nu kijkt ten opzichte van de punt, dat dit dus helemaal een hoek van 90 graden is. Uiteindelijk moet het wel een hoek van 45 graden worden aan weerszijden. Maar je wilt namelijk zorgen dat het gelijkmatig weggenomen wordt. En niet dat het een of ander rond botermesje wordt. Ik heb nu globaal het grote profiel weggeveld. En nu begint het daadwerkelijke delicate gebeuren. Die hoek van 45 graden aan beide kanten wegnemen hier vooraan. Om weer een echt puntje te krijgen. Hier onderaan hou ik hem gewoon met een hoek van 90 graden ten opzichte van het grote vlak. Hier ga ik ook niks meer wegnemen en helemaal al niet hier vooraan, want ik kan namelijk niks bijveilen. Zo zie je dat je van een oude gare punt toch een redelijk scherp puntje kan maken. Hier heb ik niks weggenomen. Ik heb hier de curve mooi gemaakt. En hier bovenop heb ik weer een scherp puntje gemaakt met een hoek van 45 graden. Tot zover de mixpunt. Het veilen van die ijsbelpunten is één ding. Van de stijgijzers zijn bijna hetzelfde, maar ook ijsschroeven kan je zelf veilen. Blijf onze vlogs kijken om erachter te komen hoe dat moet.